Grote festivals, Lowlands, Parkpop, een clubshow, een theatershow over Nederbeat, een hommageconcert met Boudewijn de Groot en natuurlijk een jaar lang Huisband. Kortom, hun eerste plaat bracht een drukke agenda met zich mee. Nu is er dan eindelijk de tweede plaat met de toepasselijke titel 2. De kick staat om me heen. Dave? Ja, als ik het zo hoor, daar word ik alweer een beetje moe van eigenlijk wat we allemaal gedaan hebben. Het is gelukt. Ja, maar ja, een beetje van de Crystal Mantle in, dan gaat het wel weer. Ja. Ik heb ook mijn eigen leverancier meegenomen tijdens toevallig. Hij beviel heel goed aan tafel, moet Ja, vond ik ook wel. Hij ziet eruit als een scheik in de leraar. Echt, hè? Hey Dave, deze plaat, we hebben een paar liedjes kunnen horen voor de uitzending al. Ik heb vanmiddag even... Ja, die is echt van jullie, heb ik het gevoel. Ja, dat gevoel hebben we zelf ook wel. Ik vind het zo, de eerste plaat, veel covers, nu... Ja, allemaal eigen nummers. Ja, of tenminste, iedereen lacht omdat ik zeg dat ik het zelf ook vind. Maar ik ben er ook echt gewoon blij mee. Ja. Ja, dat is ook lachen, maar heel leuk. Nee, we zijn heel blij mee. Dit zijn allemaal eigen nummers en alle muziek is dan dus door Arjan geschreven. Hoogtepunt deze zomer qua festivals? Dat weet ik nog niet. Ik weet niet wat we allemaal gaan doen eigenlijk. Oh. We hebben ons ook heel slecht voorbereid weer om dat nu te vertellen. Ja. Maar we hebben het wel zin. Hoe heet het nummer? Weet je dat nog? Mag ik er heel veel over? Nou, het heet... De Kick! Is er romantische plaats?